Goedemiddag, welkom allemaal. Ja, hoe gaat het eigenlijk, dat mediteren? Ja, dat gaan we deze cursus stap voor stap leren. Maar waar ik eerst op in wil gaan, is het verschil tussen gewone meditatie en transcendente meditatie. Ja, wat is het verschil dan eigenlijk? Nou, het is goed dat je het vraagt. Wie heeft er al eens eerder gemediteerd? Ik? Super moeilijk, man. Ja, dan denk ik de hele tijd in mijn hoofd aan dingen. En dat stilzitten. Ja, dankjewel. Kijk, dat is dus precies wat er zo fijn is aan transcendente meditatie. Ja, maar wat is dan eigenlijk het verschil? Ja, dat wilde ik net. Nou, bij transcendente meditatie werken we met een innerlijk mantra. Een wat? Een mantra. Wat je van binnen herhaalt. Mijn vader die had een open mantra. Een mantra is een woord, of een groep woorden, eeuwenoude klanken zonder echte betekenis, wat je voor jezelf houdt, in jezelf herhaalt. En ik geef iedereen nu op papier ook zijn eigen eeuwenoude innerlijke mantra. Zodat we straks voor het eerst samen kunnen gaan mediteren. Ik ben een vervelend mannetje en ik moet mijn mond dicht houden. Nou, probeer het meer van... Ik ben een vervelend mannetje en ik moet mijn mond dicht houden. Zo, in jezelf. Blijf herhalen. Zet hem op. Transcendente meditatie.